Vanmiddag vertrok Racing Genk vanop Maastricht Airport richting IJsland voor de eerste van twee ontmoetingen met Hafnarfjordur. Klik Racing peilde al even naar de verwachtingen. Pierre Denier, jullie stappen zo meteen het vliegveld op. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk? Ja, we hopen dat we al een goed resultaat kunnen neerzetten in deze eerste wedstrijd. We hebben de tegenstander uitvoerig gescout. De trainer is nog geweest afgelopen weekend. En het is een moeilijk bespeelbare ploeg. Dus op basis van inzet, stilstaande fases, hebben gestalte. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar toch hopen we al met een goed resultaat terug te keren. Het zou vooral veel trager verlopen in de wedstrijden. Geen, dat is misschien een kans voor Genk die daar ligt. Ja, ik denk dat wij het tempo moeten proberen te bepalen. Dus we mogen niet in hun tempo vallen en gewoon ook op verplaatsingen pressing naar voren geven. We hebben vandaag ook getraind daarop. En ik denk dat wij toch met onze middelen een resultaat moeten kunnen neerzetten. Mario Been, je bent net terug van IJsland eigenlijk. Wat heb je daar gezien eigenlijk? Het is een mooi land. Veel regen. Ik heb een ploeg gezien die fysiek heel sterk is, met name uit spelervattingen. Ploeg die ook makkelijk scoort. We wonnen met 2-6, weliswaar tegen de laatste van de afdeling. Maar ja, het is een stugge tegenstander en nogmaals, we mogen daar zeker niks en niemand onderschatten. Ja, want vlak na de loting had iedereen zoiets van, och ja, dat lukt wel even. Maar dat zou misschien het grote gevaar kunnen zijn. Nee, dat is het grote gevaar. En nogmaals, in Europa zijn geen kleintjes meer. Dus wat dat betreft hebben we wel geleerd van vorig jaar, waar we toch elke ploeg 100% gemotiveerd hebben aangepakt. En dat moeten we ook in IJsland om zo goed mogelijk resultaat te halen voor de terugwedstrijd. De generale repetitie was niet wat je ervan verwacht had, geloof ik. Nee, als we het hebben over Lokeren kan je daar niet tevreden over zijn. Dan met name het resultaat. En dat is nog steeds in het voetbal heel belangrijk. Ik moet zeggen, het voetballende gedeelte kan ik bij vlagen wel tevreden over zijn. Ik vind dat we ook genoeg kansen creëren. Alleen de efficiëntie is niet zo als je gehoopt had. Ja, en ik vind nog steeds dat we te makkelijk goals pakken. Dus dat zijn dingetjes, aandachtspunten waar we mee verder moeten. Thomas Buffel, jullie stappen zo meteen het vliegtuig op richting IJsland. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk? Ja, dat we gewoon absoluut door willen. En daar zullen we twee wedstrijden volop 90 minuten moeten naar werken. En, we hebben vorig jaar een hele mooie campagne gehad en ik denk dat we als team zijnde dat weer willen realiseren. Mario Been, die zei het al, bij de loting was iedereen heel erg tevreden. Hij heeft nu de ploeg aan het werk gezien. Het schijnt toch een stugge tegenstander te zijn. Ja, je schakelt niet voor niets Rapid Wien uit, denk ik. Dus hij heeft ze dit weekend zien spelen. Hij heeft al een klein beetje onthuld wat voor tegenstander we kunnen verwachten. En de komende dagen zal hij wel nog verder het team analyseren naar ons toe. En dan moeten wij zorgen dat we het plaatje klaar hebben. Volgens Pierre Denier ook, is het aan jullie om het tempo te bepalen? Daar zou een groot voordeel voor jullie kunnen liggen. Ja, oké. We moeten afwachten hoe zij voor de dag komen. Ik denk wel dat het een fysiek sterke elftal is. Daar zullen we ons aan moeten meten. En misschien voetballend uiteindelijk met het tempo versnelling het verschil maken. De generale repetitie, zowel de laatste als de voorlaatste wedstrijd, waren niet wat jullie ervan verwacht hadden? Nee, je ziet dat goed spel niet altijd genoeg is. Je moet ook beslissende momenten naar je hand zetten. En daar zijn we op dit moment nog niet in staat toe. De laatste twee weken, dus ik denk dat dat nog een werkpunt is. Maar goed, ik denk dat we moeten blijven werken en iedereen persoonlijk gewoon de goede beslissingen nemen. En dan zijn we als team weer verder.